your information. Bent u ervan op de hoogte dat sickelcelanemie of sickelcelziekte een vorm is van erfelijke bloedarmoede? Sickelcelziekte ontstaat door een verandering in het erfelijk materiaal. Deze ziekte is vanaf de geboorte aanwezig, maar kenmerken kunnen ontstaan vanaf een leeftijd van 4 tot 6 maanden. Bij sickelcelziekte is er iets mis met de rode bloedcellen. De rode bloedcellen zorgen voor het vervoer van zuurstof door het lichaam. Bent u ervan op de hoogte dat rode bloedcellen normaal rond zijn, maar bij sickelcelziekte zij een andere vorm kunnen krijgen? De vorm van een sickel of een halve maan. Onze rode bloedcellen worden elke 120 dagen vervangen. Maar sickelcellen worden sneller afgebroken. Daardoor krijgt iemand met sickelcelziekte een tekort aan rode bloedcellen. De verschijnselen zijn vergelijkbaar met die van normale bloedarmoede, zoals bleekheid, vermoeidheid, zwakte, flauwvallen, kortademigheid en hartkloppingen. Ook kan iemand door de ziekte geelzucht krijgen. Het oogwit is dan geel van kleur. Bent u ervan op de hoogte dat sickelcellen door hun vorm ook niet zo gemakkelijk door de bloedvaten heen glijden? Ze kunnen gaan klonteren en bloedvaten verstoppen. Als dat gebeurt, krijgt het weefsel of orgaan na de verstopping niet genoeg zuurstof. Dit heet een sickelcelcrisis. Bij zo'n crisis kan iemand koorts en hevige pijn hebben. Door het zuurstoftekort kunnen weefsels of organen beschadigd raken. Iemand kan daardoor bijvoorbeeld pijn in de botten of buik krijgen, een beroerte krijgen of slechter gaan zien. For your information.